I'm that bitch. Yeah. Been that bitch, still that bitch. Elke week ga ik op zoek naar interessante reiskoffers om eens een kijkje te nemen wat mensen allemaal meenemen als ze op vakantie gaan in eigen land. Oh. Hallo, ik ben Jani. Hey, en jullie zijn? Ik ben Thomas. Thomas? Inga. Inga. Amie. Amie. Ik ben Tonia. En Camille. Ja. En? Tonia. I'm a savage. En zo braaf een waterje aan het drinken. Is dat wel echt water? Ja. Ah, ja. Zeg, ik zie dat jullie koffers toch niet zijn uitgepakt? Nee, we dachten, we zetten ons eerst even neer. Ah ja, top. Mag ik eens in jullie koffers zien? Ik wil vooral die van jou zien. Zit jij daar zitten? Ja, ik zie dat zitten. Ja? Zeker, je moet hier in mijn koffer kijken. En je hebt buffalo's aan, schat. Hoe omschrijf je haar kledingstijl? Ja, zo veel tweedehands. Je ziet dan zoiets fout bijvoorbeeld hangen en dan denk ik, ja, zij had dat weer goed kunnen stylen. Maar ik zou dat niet kunnen dragen. Hoe draag je zoiets? Want het ziet er simpel uit. Het is eigenlijk zo mijn douwtopje, maar hier zit er een heel strakke band. Ja? Dus wat ik altijd doe, is dat stukje daaronder steken. Dat tot zo... echt een crop? Alleen. Maar eigenlijk niet, het komt dan zo tot hier ongeveer. Ah ja, oké. Okay. En dan met die bandjes, ja, je kunt daar een strikje in leggen, maar meestal doe ik dat dan rond mijn nek. Oké. Okay. Dat ik wat meer support heb. Dit hier. Oh. Hier moet je uitleg in geven. Heb je in een Chinees restaurant gewerkt? Nee. Ah ja, dat kon hè. En wat doet je hier op baan? Wel, ik zou dat dan gelijk zo met dit rokje wel dragen. Maar dan open en met een topje onder. Want als ik dit apart zou zien, zou ik zeggen, oh my god, en ik denk jullie allemaal, dat ga ik niet kopen en dat doe ik niet aan. Jij wel? Ja. Oké, uw koffer is next. Dat is toch een mannentrui? Ja, en hoe draai... Dat is gewoon cozy of daar komt je ook mee op straat? Ja, dat is gewoon een beetje cozy, maar ik kan daar natuurlijk mee op straat komen, want het komt lang genoeg voor een kleedje te zijn voor mij. Oké, beginnen te snappen. Okay. En dat is dan weer zo een beetje een bomma-achtige. Ja, inderdaad, dat is zo voor als ik zo wat meer hippie. En dat is de tweedehands dan? Dus alles is tweedehands. De geur is al uit. Oeh, darling! Het is eigenlijk een mannenboxershort. Hier ah, ja. Het wel nog het flapje, maar ik vond dat zo zalig. Jij bent degene die de kleren levend houdt uit de jaren 90. Ja. Deze. Heb je wel gezien? Afschuwelijk vind ik dat. Ja, oh, vind die geweldig. En vind je dat echt schoon? Ja, ik vind dat wel echt handig. Je kunt ermee in het water en zo. Ja, vinden jullie dat schoon? Ik vind dat ook wel mooi. Oh my god, what happened? Wat is er gebeurd met de jeugd? Jij zit gewoon een magneet. Je komt in een tweedehandswinkel en alles blijft op je plakken zo. Ja. Ja, fucked. Echt waar. Ik had hier nog zo'n brilletje gezien. Oh. Ja, jij bent echt gewoon friends. Jaren 90. Oh my god, dat is zo echt dat. Jullie zijn ook jong, hè? Je bent 20 jaar, dat maakt niet uit. Maar je gaat altijd goede foto's hebben voor later. Je gaat toch goed kunnen lachen. Weet je nog wat je toen droeg? Eigenlijk moeten we een outfit hebben voor glamping. Een glamping outfit. Oké. Okay. Ja. Goed, dan gaan we all the way gaan, hè? Oké. Okay. Oké, top. Deze is van structuur wel tof, denk ik. Oké, okay, voilà. Dat? Je twee zakdoekjes voor straks. Dankjewel. Thomas was het, hè? Yes, dat klopt. Kom, haal die koffer er maar bij. We gaan deze even aan de kant doen. Je mocht dat straks, hè. Ja. Ik zie de tweedehands. Oh my god, dat ook, hè. Wij noemden dat vroeger een ecstasy-tasje. Ja. Dat is echt... Op Ibiza moest je dan zoeken als je iemand zo zag dat je... You got stuff. Dat is ook tweedehands, ja. Ja, dat zie je tot dat tweedehands is. Je moet dat niet uitleggen. Maar dat kan ook, want dat weet ik nu niet. Ik denk dat hier iemand dood in is geweest. Ik denk dat. Maar het is wel mooi. Ja. Om in te sterven. Wow. Aan te doen. Ik ga u niet vragen achter uw seksleven. Ik ga dat niet doen. Nee. Maar ik denk dat iedereen nu wel heel benieuwd is. Ik heb die samen met Inga gaan kopen in de Brico. Je moet daarmee stoppen, hè? In de Brico. De Brico, dat is niet voor kleren te kopen, schat. Mannetjes. Dat draag ik echt wel vaak. Ja, dat voelt je ook. Die staat ook bijna recht van te veel gewassen te zijn. Wat is dat? Wat doet dat aan? Zie je hoe breed dat daar valt? Ja, ik zie het niet. Niemand ziet dat. Het is eigenlijk een supermottige trui. Ja. En heb jij ook dingen, schoenen mee? Ja, deze heb ik nu gewoon mee, omdat dat zo wat goed is om mee te stappen. Ja? En ik voel me daar wel zo goed in, omdat dat zo heel, ja... Sportschoenen zijn, hè? Ja, daarmee. En dan die andere heb ik ook mee, dat zijn mijn gewone All-Stars. Ah ja, die kunnen overal. Ja. Dat gaat toch ook al 100 jaar mee, die All-Stars, hè? Ja. Dat blijft goed, hè? Ja. Oké, wat gaan we hem laten aandoen? Ja, deze. Dat wil ik wel eens zien. Ja, ik weet, die gaat waarschijnlijk goed zitten, hè? Maar dat kan wel, hè? Voilà. Dan deze. Oké. Dat stel ik voor. Van wie is deze?
Oké, okay, mag ik een jullie tentje even? Ik ga even hier. Jullie gaan nu omkleden in jullie tentje. En je mag iets te drinken halen, want... Ja. En als het kan, iets alcoholisch. Oké, okay, je bent 20 jaar. Enjoy. Zijn jullie klaar? Hallo? En zoveel had jij nu ook niet om aan te doen, hè? Dat jij niet. Je ziet eruit, echt jaren 90 LSD. Ah ja, je hebt echt een kont erin. Misschien moet ik dat ook terug gaan dragen. Oké, okay, dus jullie zijn klaar voor de camping, hè? Ik zal meedoen met jullie, want anders ben ik hier zo wat... Ja, het is zo... De saaie ertussen, hè? Ja. Ja, okay. Nee, die kan ik niet. Goedkoop. We're in the 90s, hè? Cool. Ze zijn gestyled. Mooi. Mooi, prachtig. Ik heb... Champagne. Oh, dankjewel. En ook voor jou deze? Ja. Alsjeblieft. Cheers. Cheers. Allee, op de 90s. They're back. Yeah. Lekker. Mm. God, zo'n jaren 90. Het probleem is dat ik echt begin te twijfelen. Ligt dat nu aan mij of ligt dat aan hun? Weet je niet? Is dat terug schoon? Of is het lelijk? Want ik vind het lelijk, maar iedereen draagt het. Dus ik denk dat ik met een probleem zit. Ik dacht dat ik het nooit ging zeggen, maar de jeugd van tegenwoordig. Ah, ik ga terug naar de stad en een kostuum aandoen. Dag.